De actie Handen af van het Wiegensmeer heeft inmiddels meer dan 2800 handtekeningen verzameld. De actievoerders zijn tegen de plannen van de gemeente om aan de oevers van het meer voorzieningen voor horeca en recreatie te bouwen. Omwonenden zijn daarom afgelopen september een petitie gestart. Met succes, zo vertellen de twee initiatiefnemers. We hebben er bijna 3000 en we zijn daar heel tevreden mee. We blijven doorstrijden. Waarom het een succes wordt, is denk ik omdat het een zaak die van niemand is en van ons allemaal. Ja. Het is een zaak die gaat over de natuur, over een parel die wij hebben, die uniek is voor zo'n dorp. Zo dicht bij het centrum, zo'n rustpunt. Zoveel mooie natuur waar iedereen van geniet, met honden, met kinderen, alleen, maakt niet uit wat. Ja. En daar blijf je met je vingers vanaf. Dat is een breed gedragen standpunt en gevoel, dat is waarom ze tekenen. We krijgen heel veel reacties van mensen en wij merken dat, denk ik, toch 9 van de 10 mensen die erover beginnen, allemaal zeggen, afblijven van dit moet gewoon zo blijven. Ja. Dus die actie wordt breed gesteund en ik denk ook dat dat komt omdat wij het zo simpel gezegd hebben, gewoon handen af van dat Wiegensmeer. Ja. En wij zijn daar helder in geweest in tegenstelling tot de politiek tot nu toe. Ja. Ook zijn er enkele bijeenkomsten geweest van het CDA en Kernachtig Wiegen. Bij deze bijeenkomsten konden inwoners vertellen waarom zij tegen de plannen van de gemeente zijn. Verhaak denkt dat de bijeenkomsten zullen helpen bij het bepalen van de uitslag. Ik denk zeker dat onze successen, de toestroom van ondertekenaars van de petitie, indruk heeft op alle mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid van de gemeente Wiegen. Wij verwachten gewoon dat ze met de handen afblijven van het Wiegensmeer. Ja. Dat kan niet anders. Dat zou, voor mij is dat onvoorspelbaar dat ze daar niet naar luisteren. Het is een zaak die niets met ego's te maken heeft, die niets met macht te maken heeft. Het heeft met zorg en verantwoordelijkheid voor de natuur te maken. En dat is gewoon een goede business of goede zaak, laat ik het zo zeggen. Als de plannen doorgaan, wat wij ons echt niet kunnen voorstellen, tenminste ik niet, dan zullen we ons daar niet meer neerleggen. Dan gaan we zeker verder. Op dinsdag 29 oktober zal de Wiegense gemeenteraad in het Mozaïek een definitieve beslissing nemen over het plan.